Kindertehuis Hoop voor Kinderen heeft vandaag een donatie ontvangen van aflegvereniging AVE Patricia. Deze vereniging viert morgen, zondag 10 oktober, het tweejarig bestaan en heeft ervoor gekozen om te doneren aan het tehuis. Alle kleine beetjes helpen. En wij zijn er voor de gemeenschap. En dit is dan ook een onderdeel van gemeenschapswerk. Helpen onze medemens te ondersteunen, de ruggensteun te geven waar nodig. Dus niet alleen als aflegvereniging met de overledenen bezig zijn, zijn we ook bezig met de nabestaanden. En in dit geval hebben wij laatstleden ook een van de oudste pupillen mogen afleggen. En de leidster of oprichter een jaar terug. En dat heeft ons getroffen toen we dus geconfronteerd werden met de kinderen, hun situatie. Het afleggen is jaren terug begonnen bij een van de oprichters van de vereniging. Het voornaamste doel is om de medemens te dienen met een rein en oprecht hart. Ook het afleggen wil de vereniging uit de taboesfeer halen. Afleggen betekent je niet alleen bekommeren over een overleden persoon, maar ook het begeleiden van de familie behoort tot een belangrijke taak van een aflegvereniging. Met het sociaal karakter dat de viering van de verjaardag heeft, wil AVE Patricia de samenleving erop wijzen elkaar te helpen in moeilijke en minder moeilijke tijden. Meer te kunnen doen voor de gemeenschap, intern trainingen, ook met alle nieuwigheden zoals die COVID, hoe gaan we ermee om, want elke keer komt er een variant bij. En persoonlijke groei van elk lid bij ons. Omdat dat vroeger langer duurde, de groei. Maar wij werken aan een nieuw systeem. Maar natuurlijk niet vergeten het oud systeem naar het nieuw systeem te brengen. Door persoonlijke groei te ontwikkelen. Ik kan eten vandaag, dat weet ik. Maar ik weet niet als een ander gegeten heeft. En door dit gebaar, dan weten we dat in elk geval voor vandaag niet wij alleen gegeten hebben, maar wij ook de kinderen hier een bordje eten hebben kunnen geven.